Een enorm evenement als Paaspop vereert natuurlijk veel voorbereiding en beveiliging. Wij gingen met de politie in gesprek om te kijken hoe dat allemaal geregeld is. Paaspop is natuurlijk een enorm evenement. Hoe zorgen jullie nou dat alles soepel verloopt? Nou, daar zijn wij niet alleen voor, hè. Wij zijn slechts een schakel in de ketting, zeg ik altijd maar. Met name de organisatie die heeft allerlei maatregelen genomen om een veilig evenement te organiseren. En daar zijn wij betrokken als partner. Maar met name de beveiliging die is ingehuurd door de organisatie, die zorgen voor een veilig evenement. En wij sluiten daarop aan op het moment dat er zeg maar een gedeelte in beeld komt wanneer de beveiliging niet meer bevoegd is om zaken op te pakken. En dan komt de politie vaak om de hoek kijken. Andere jaren waren er best wel veel problemen met het verkeer, dat ontstoppingen, dat heel veel vastliep. En dit jaar is dat eigenlijk veel minder. Hoe hebben jullie dat geregeld? Ja, het aantal voertuigen of het aantal fietsers is niet minder, hè. Dus we hebben net zoveel bezoekers als voorgaande jaren. We zien wel dat er veel meer mensen op de fiets komen, dat zal misschien ook wel iets helpen. Maar met name de organisatie heeft geïnvesteerd in een ander mobiliteitsplan. In die zin dat bijvoorbeeld het autotron in Rosmalen is gebruikt om te pendelen met geparkeerde voertuigen. En met name op donderdag heeft dat ons 2500 auto's in de buurt van Paaspop gescheeld. En dan zie je meteen dat dat ook heel veel voordelen geeft, dat velden heel blijven om ze op vrijdag, zaterdag en zondag te kunnen gebruiken. Zijn er incidenten geweest dit jaar? Er zijn altijd incidenten als er 35.000 mensen bij elkaar zijn. Daar ontkom je niet aan, maar het is echt een handjevol. Van een diefstalletje tot een vernielinkje of een droge klap. Maar tot nu toe hebben wij niet heel grootschalig in actie hoeven komen. En we gaan ervan uit dat het ook zo blijft de komende dagen. Zijn er nu al dingen die jullie hebben opgemerkt waarvan jullie denken dat kan volgend jaar anders? Die zijn er ook altijd. We streven naar een 10. Dat ga je nooit halen, want de situatie verandert ieder jaar weer. Hè. In de festivalwereld is stilstand achteruitgang. Maar wat we zien is dat er op hele kleine detailmomenten wel aanpassingen gedaan worden. Is er hier en daar een hek bijgezet of een verkeersbord bijgezet. Op het terrein zijn wat dingetjes aangepast. Maar ja, ik denk dat de bezoeker het niet eens heeft gemerkt, maar alles is erop gericht om het nog steeds beter, veiliger en vlotter te laten verlopen. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt voor de organisatie, voor de productie, maar ook voor het team van alle verkeersregelaars, de beveiliging, de medische dienst. Ja, alles stemmen met elkaar af en iedereen zet zich 200% in om het naar een nog hoger level te kunnen tillen.